Hoi hoi en welkom bij Wereldkaartenmakerdag 2022. Ik ben Angelique Nedepel van de Stempelkeuken en ik wens jou van harte welkom tijdens deze onwijs gave dag, die in het teken staat van diversity. Ofwel, je zal allerlei verschillende soorten kaarten, projecten tegenkomen, in welke hoedanigheid dan ook. Zoals je hoort is mijn presentatie in het Nederlands, hoewel het ook in het Engels gekund had. Maar omdat ik als enige Nederlander op dit moment meedoe aan deze gezellige Wereldkaartenmakerdag, was het natuurlijk wel ideaal om dit ook in het Nederlands te doen. Zodat mensen ook je echte stem horen en dat ze ook horen hoe je hier in Nederland praat. Tenminste, hoe wij hier in Nederland praten. Daarom heb ik ook een typisch Nederlands kaartje voor jullie vandaag. Want wat is er nou veel gaver dan tulpen? Kijk in het voorjaar naar de Keukenhof. In 2017, toen was Stamping Up hier in Nederland, in Amsterdam, in de RAI. Met een conferentie en heel veel collega-demonstratrices kwamen erop af. Zowel uit Nederland, maar ook uit het buitenland. Duitsland, Frankrijk, uit Oostenrijk, uit Groot-Brittannië, maar ook uit Amerika en Canada kwamen ze hier. En ik zag volop foto's voorbij komen van, jawel, de bollevelden. De Keukenhof. Dus het leek mij leuk om met Flowering Tulips een kaartje te maken. En dat niet alleen. Ik heb ook de Nederlandse kleuren erin verwerkt. Namelijk de kleuren van de vlag. Oranje, rood, wit en blauw. En oranje van het Nederlands Koningshuis. Dat heb ik ook toegepast in de tulpenkleuren. Dat leek me wel erg leuk. Ben je ooit bij de Keukenhof geweest, dan zou je al deze soorten tulpen wel een keer tegengekomen zijn. Ze hebben er echt gigantisch veel verschillende soorten. En ze hebben er ook een soort tulip angelique. Ofwel, ik heb mijn eigen tulp daar staan. Ik heb daar heel lang geleden, daar spreek ik over denk ik, 15 jaar geleden of zo, heb ik daar ook foto's gemaakt. En uiteraard ben ik met mijn eigen tulp op de foto gegaan. Deze Wereldkaartenmakerdag staat ook in het teken van Make-A-Wish. Make-A-Wish, dat is een organisatie, een internationale organisatie, die de wensen van zieke kinderen behartigt. Men kan iets indienen, zodat de grootste wens van een kind gerealiseerd kan worden. Deze stichting ligt mij erg naar aan het hart, want mijn nicht, die was het eerste Make-A-Wish kind van Nederland. En dat is me altijd bijgebleven. Inmiddels, helaas, is ze er niet meer. Dus dat maakt het natuurlijk extra speciaal. En ik heb wel aardig wat geld opgehaald in de loop der jaren voor deze stichting. Want ik heb van dichtbij mogen zien wat voor een impact het heeft op het leven van kinderen. Daarnaast vind ik dat ieder kind gezond hoort te zijn. Ik vind het vreselijk. Ik kan er echt niet tegen als kinderen ziek zijn en in het ziekenhuis liggen vooral. Ik vind het ook heel belangrijk dat kinderen kind mogen zijn. En dat maakt Make-A-Wish voor mij echt een geweldige stichting. Want die laten het kind echt voorop staan. Ze laten het kind hun droom uitkomen. Ze zorgen ervoor dat het kind gewoon weer een dagje echt kind kan zijn met alle maatregelen die er worden genomen. En je ziet dat gewoon terug. Toen ik in 2018 in Orlando was, ook tijdens een Stampin' Up! Conferentie, toen heb ik zelfs als volwassen zijnde ook mee mogen maken wat voor een impact het heeft op die kinderen. Ik zag de Wish Families, zoals ze worden genoemd, zag ik in Disney World voorbij komen. In SeaWorld zag ik ze voorbij komen. In Universal Studios zag ik ze voorbij komen. Het was zo gaaf om te zien gewoon. En dat je weet dat je het daarvoor doet. En ook in mijn dagelijks leven als leerkracht zijnde vind ik het gewoon heel belangrijk dat een kind altijd als eerste voorop staat. En daarna pas de ziekte of de handicap of de familie en dergelijke als daar problemen spelen. Het kind staat bij mij altijd voorop. Die heeft de eerste plaats. En dat vind ik gewoon van Make-A-Wish echt het mooiste wat er is. Dus ik ben heel blij dat we met z'n allen deze stichting hebben uitgekozen om de projecten die wij vandaag laten zien als PDF-tutorial kunnen verkopen.
En de opbrengst daarvan die gaat naar de Make-A-Wish Foundation. En aangezien deze internationaal is en er zijn meerdere collega-demonstratrices die echt super goede ervaringen met deze stichting hebben, dat we hiervoor hebben gekozen. Dus ik hoop echt zo dat jullie die PDF-tutorial zullen gaan kopen. Want ja, echt, het is geweldig gewoon. En het gaat echt naar een goed doel. Ik weet wat het allemaal doet met de kinderen. Om gewoon één dagje weer een kind echt te zijn. En even niet aan die ziekte te denken. Dus, nou ja, bij deze in ieder geval. En nogmaals, ja, mijn nicht was de eerste Make-A-Wish kind. Een aantal jaar geleden hadden wij bij de... In het Hard Rock Café in Amsterdam hadden wij een bijeenkomst vanuit de Make-A-Wish Foundation. Ja, en dat was gewoon zo mooi. En alle verhalen die je hoorde voorbij komen en alles. Ja, echt prachtig. Maar mijn hart dat sloeg er weer van over. Zo mooi was dat om het te horen allemaal. En ook met wat voor een liefde deze mensen de mooiste wensen van de kinderen uit laten komen. Dus ik ben er heel erg blij mee en ik hoop dat jullie er ook mee blij zullen zijn. Maar in ieder geval laat ik nu eerst even zien hoe ik daar een kaartje heb gemaakt. Zoals ik al zei, staat het in de tulpenbloei. Dus ik heb flowering tulips genomen. Dit is het kaartje. En je ziet ook een beetje op de achtergrond op het basic white dat er stippen op zitten. Ik laat je ook de techniek zien die ik daarvoor heb gebruikt. Maar laten we beginnen bij het begin, namelijk de kaartbasis. En dat is gewoon een stuk kaartstok van 21 centimeter bij 14,5 centimeter. Daar heb ik een rillijn gedaan. En dan kun je hem makkelijk door de helft vouwen. Dit is je kaartbasis. Daarna hebben we nog een paar kleuren kaartstok nodig. Namelijk Poppy Parade en de Pacific Point. En daarnaast hebben we ook nog het Pumpkin Pie kaartstok nodig. Ik zal zo meteen de maten doorgeven, zodat je gelijk mee kan doen. Het Poppy Parade en het Pacific Point kaartstok, dat snij ik op 10 bij 14,8 centimeter. Dat is dit stukje. En dan doe ik hetzelfde met de Pacific Point kleur. 10 bij 4,8 centimeter. En omdat we nu toch gelijk aan het snijden zijn, dan doe ik ook gelijk het Pumpkin Pie kaartstok erbij. En dat snij ik op 6 bij 12,5 centimeter. 6 bij 12,5. En dan heb ik ook nog een stukje basic white nodig. En dat snij ik op 8,5 bij 12,5. Even de kat eraf halen. Die sprong er ook lekker op. Zo, dan heb ik al het kaartstok gesneden. Dan plak ik het Poppy Parade en het Pacific Point kaartstok op. En onze vlag is rood-wit-blauw. Wil je de Franse vlag maken, dan draai je hem gewoon om. Dus dat is makkelijk, maar een Nederlandse vlag die is echt van rood-wit-blauw. Dat is 1. En dat
is 2. Toen het oproepje werd gedaan om iets voor deze dag te maken. En in een diversity thema, verscheidenheid thema. Had ik gelijk zoiets van, ja, ik moet iets Nederlands maken. En wat is er nou Nederlandser dan de Nederlandse vlag? Met de oranje wimpel. En dan die tulpen erbij. Want ja, dat is toch waar mensen Nederland van kennen. Behalve van Amsterdam. Want iedereen denkt dat Amsterdam alleen maar Nederland is. Maar nee, Nederland is veel groter. We hebben ook nog andere steden. We hebben ook nog andere dorpen. Maar zodra je Amsterdam zegt, dan gaat er een hele wereld voor mensen open. Dus dat is altijd wel heel erg leuk om te horen. Oké. Het stukje Basic White Cardstock, daar gaan we ook iets mee doen. En dat is wel heel leuk, deze techniek. Ik heb namelijk met de Dots die, die heb ik uitgestanst in vellum. Dus ik heb een stukje vellum gepakt. Ik heb hem uitgestanst. En je ziet het misschien al. Ik heb hem al lekker bewerkt met pumpkin pie. Ik leg die namelijk op het stukje basic white. Ik pak de pumpkin pie inkt erbij. En ook een blending brush. En met deze blending brush ga ik heel voorzichtig over het vellum heen. En dan krijg je een hele lichte kleur met al die stippen op het cardstock. Ik vond het zelf wel heel erg leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Maar het geeft net even een ander effect dan dat het dan dat het heel erg wit is qua achtergrond. Ik haal de meeste inkt er even vanaf, zodat je een hele lichte oranje kleur overhoudt. Een hele subtiele oranje kleur hou je dan echt over. En dat vond ik zelf wel het mooiste effect hebben. Ik heb het met verschillende kleuren geprobeerd. Maar juist dat subtiele, dat vond ik wel heel erg leuk. Zo, nu is het overal een beetje hetzelfde. Ja. Het is in ieder geval iets donkerder dan dat ik op de kaart zelf heb. Maar dat geeft helemaal niks. Dat is ook helemaal niet erg. Want er wordt toch overheen gestempeld. En dat doe ik met... even kijken, met de Old Olive. En dan gebruik ik de volgende samples. Dat zijn de stelen, de bladeren en dan ook nog de bloemblaadjes. En deze twee. En dat geeft dan een heel leuk effect. Even kijken. Ja. Dan maak ik eerst de steel. Zo, dat is 1. En de tweede steel doe ik een klein beetje lager, want dan krijg je net wat meer effecten in. En de derde steel doe ik ook weer een stukje hoger. Zo. Dan heb ik twee verschillende soorten bloemblaadjes, tenminste twee verschillende soorten bladeren. Ik heb een grote... En een wat kleiner blad. En dit vind ik wel heel erg leuk, dat effect, dat het net niet helemaal doorgestempeld is. En dat geeft toch wel zo op deze manier een heel leuk effect. Zo, dan leg ik die even apart, want die hebben we niet meer nodig. Dan
gebruik ik Poppy Parade inkt om de rode bloem te stempelen. En ik stempel dan eerst even de donkere kant. Want dan weet je namelijk precies waar je moet stempelen straks om de lichtere erin te krijgen. Even zien. Die ook daar. Zo. En dan heb ik nog de lichtere stempel nodig. En de lichtere stempel die erin komt, die druk ik een keer af. Want dan heb je namelijk net een wat lichter effect. En dan krijg je ook het meer 3D effect. Ik doe hem even naar beneden, kan ik het wat beter zien. Even kijken hoor. Kijk, zie je, dan heb je gelijk weer een hele andere afdruk erbij. Dus dat is wel heel leuk. Dus Poppy Parade heb ik nu hier. Dan heb ik nog Pacific Point nodig. Even kijken waar die zijn. Oh ja, dat deed ik ook gelijk met dezelfde kleur. Die stempel ik even af. De lichte. Nu zit er geen inkt meer op, dus ik kan die gewoon gebruiken om weer te stempelen. En hij valt nu ietsjes aan de zijkant eraf, maar dat geeft helemaal niks. Want dat is juist wel heel mooi. En ook deze stempel ik weer een keer af. En dan komt hij daar precies in te zitten. En hoewel mijn inktblok nu paars is geworden, geeft, tenminste mijn stempels nu paars zijn geworden, geeft dat helemaal niks, want die kan ik straks gewoon schoonmaken. Maar je ziet daar op de afdruk zelf, zie je er helemaal niets van. Dus dat is wel heel fijn. Dan hebben we ook nog de Pumpkin Pie stempel nodig. Want dan krijgen we ook nog een leuke oranje tulp erbij. Die komt in het midden ervan. En dan stempelen we de binnenkant nog een keertje één keer af. Even zien hoor. Zo moet hij. En dan heb je hem ook daarin. Ik moet zeggen dat hij erg fel is, de oranje. Maar in het echt is hij niet zo fel. Dus weet dat dat het geval is in ieder geval. Dan hebben we dit gemaakt. Dus zijn we klaar met stempelen. Je kunt eventueel, als je dat zou willen, dan kan je nog een tekst erop stempelen. Ik zelf vond dat overbodig. Want nu kan ik hem gewoon naar iedereen sturen, naar wie ik hem wil sturen. Wat we nu gaan doen is het oranje stukje kaartstok op de kaartbasis plakken. En ik ben normaal gesproken nooit van dat schuine gedoe. Dat vind ik echt 10 keer niks. Bij mij moet alles recht zitten. Niet te veel tierenlantijntjes en dergelijke. Maar ik vond hier juist wel leuk bij. Want een oranje wimpel die hangt bij ons altijd aan de bovenkant van de vlag. Dus boven het rode gedeelte. En die waait altijd in de wind. En onze vlag, die hangen we uit als het Koningsdag is. Als het Bevrijdingsdag is. Als het Koningjarig is. Als het Koningjarig is. Bij dodenherdenking, dan hangen we de vlag half stok. Dat doen we om de mensen te gedenken. En dat kan tot 8 uur 's avonds. En om 8 uur 's avonds hebben we dan altijd 2 minuten stilte. En dat is altijd wel een momentje van bezinning, vind ik altijd. Dat we blij mogen zijn dat er geen oorlog is in het land waar je woont. Dat je dankbaar moet zijn met wat je hebt. Ook al denk je van jeetje, ik zou dat ook nog wel willen en ik zou dat nog wel willen. Maar ja, dat er gewoon veel ergere dingen op de wereld zijn en gebeuren dan dat er in je veilige omgeving, in je veilige land gebeurt. Dus dat vind ik altijd wel een dingetje.
Dan ga ik ook nog even hier wat oranje omheen maken. Want dan krijg je net even dat het opvalt. Het hoeft niet heel donker te zijn. Het kan gewoon heel subtiel allemaal. Maar dan hoef je ook geen mat, dus nog een stukje cardstock erachter te plaatsen. Maar doordat je met de blending brush er nog eventjes overheen gaat, dan popt het er ook nog een beetje uit. Zo. Dan hebben we nog wat twine nodig. Gewoon basic white twine. Altijd handig om in huis te hebben. Je weet nooit wanneer je het nodig hebt. Dat zeg ik altijd maar. En dan doe ik hem er onderdoor. Dat is even een gepriegel met het knoopje maken. Maar dat gaat altijd wel weer goed. Zo, en dan kan je het twine kan je dan nog een beetje uitrekken. Zodat je een gat ertussen krijgt. En dan de beruchte bunny ears. Krijg je net even wat mooiere strik erin. Normaal gesproken, nu gaat het natuurlijk verkeerd. Ik heb net eigenlijk een beetje te kort afgeknipt. Dus dan wordt het een beetje lastig om het te maken. Maar nu moet het goed lukken. Zo, even zorgen dat het een beetje gelijk zit. Dat stukje weg. En dan plak ik het op met dimensionals, zodat het er uitpopt. En ik zorg dat de dimensionals altijd wel een beetje verdeeld zijn, zodat als het op de post gaat, het niet al te snel indeukt. Ik ben ook niet iemand die er te veel dimensionals op plakt. Ik zie soms mensen die echt een hele pakje erbij opmaken. Dat vind ik gewoon zonde. Dit is meer dan genoeg. En dan plak ik die op. Zo. En dan hebben we de kaartjes klaar voor World Card Making Day. Nogmaals. World Card Making Day. Oh. Dan gaat hier wat verkeerd. Mijn kat was even met wat met de blending brush aan het spelen. Nogmaals, World Card Making Day staat bij ons in het teken van Make a Wish. Dus wil je de PDF tutorial ontvangen met al onze met al onze beschrijvingen erin. Koop die PDF tutorial en je ontvangt het. Echt super gaaf. Nogmaals, ik ben heel blij dat we dit keer de Make-A-Wish Foundation hebben uitgekozen, want het is gewoon een stichting die erg aan mijn hart ligt. Ik wil jullie bedanken voor het bekijken van dit filmpje, voor deze tutorial. En ik hoop je heel snel weer terug te zien. Doei doei! Hoi, daar ben ik weer. Ik had al afgesloten, maar ik ben helemaal vergeten om nog wat te stempelen. Namelijk de binnenkant van deze twee tulpen. Dus ik pak het kleine stempeltje erbij. Ik pak de Memento ink. En gelukkig kan ik het nog gewoon daarop stempelen. Je moet alleen uitkijken dat je niet al te hard erop drukt. Zo. Nu is mijn kaartje echt klaar. Dankjewel nogmaals voor het kijken en ik zie je graag terug. Wil je mijn video's blijven volgen? Abonneer je dan op mijn kanaal. En ik hoop dat je het een leuk kaartje vond en een leuke uitleg.
een onwijs gezellige wereldkaartenmakerdag vandaag. En ik wens je al het plezier van de hele wereld. Doei doei!